Hey mensen, welkom bij een nieuwe video op Biotown. Mijn naam is Jury en jij kijkt weer naar een nieuwe gameplay video. En dit keer speel ik op mijn iPad. Yes! Ik heb hem uit de stof weten te trekken. Ik heb hem helemaal schoongemaakt. Het is een iPad 3 gekocht in Amerika. Fucking vet. En dit keer gaan wij te beginnen met spelen van Plants vs. Zombies 2. Heb je nou een vette app die je kan spelen volgende keer? Laat het dan lekker achteronder in de reacties. Mocht je het nog niet weten, denk er lekker over na. Je kan het altijd nog even tussendoor ergens doen. Maar in ieder geval, Plants vs. Zombies 2. Ik heb 1 gespeeld, dat was tof. Maar 2 is best wel weer uitgebreider. Dus ik denk van, laten we gewoon playthrough. Gaan we gewoon even een tutorial spelen. Moet ook gebeuren. Kunnen jullie gelijk, weten jullie gelijk hoe het werkt? Hebben jullie een beetje een idee van hoe en wat? En ik weet eigenlijk helemaal niet of we geluid erbij hebben. Laat ik in ieder geval even mijn geluid een beetje aanzetten. Zo. Oké, nu staat hij aan. Helemaal goed. Het geluid staat nu aan als het goed is. Dus ik hoop dat het ook een beetje klinkt voor jullie. En zo niet, dan heb je pech. Oké, dus we moeten een plantje hier neerzetten. Goed gedaan. Je kan ook planten bij tapping iets. Oké, ik heb geen idee wat daar wat stond. Je moet de vallende zonnetjes. Oké, dat is gewoon hetzelfde. Vallende zonnetjes moet je pakken. Van een zonnetje. Nu kan je er nog één zetten. En dan moet ik weer daar zetten. Oh, en zonnetjes mogen niet bij je huis komen. Nou, dat is best wel zoals altijd. Eigenlijk. Gaat er nog wat gebeuren? Hier, kijk hier. Oké. Hier komen ze. Hier komen ze. Zombie Army Nazi. Je weet zelf. Daisy. Walking Dead. Shit, like. Nee, oké. Het valt een beetje tegen. Het is nog niet zo heel spannend. Het is een beetje. Oh nee! Een grote wave van zombies zijn, komen eraan. Ja. Oh nee, was dat het nou? Oh nee, daar is de huge wave. Oh, dat gelijk ook de laatste. Prima. Oké, pak die zonnetjes gewoon en ik hoef eigenlijk niks te doen volgens mij. Nee. Chill. Oké, prima. Wel saai met 1 plantje. Niet zo heel boeiend. Niet zo interessant. En dan zetten we deze nog hier neer. Dan gaat het nog sneller. 4 plantjes, huppakee, zonnetje erbij. Zonnetje erbij, koekje erbij. Alle, kan allemaal jongens, kan allemaal. Oké. Ja. Ja. Oh, we hebben een bloem erbij. Ja hoor, komt die, kom maar hoor, kom maar. Wat een lekker ding, een zonnebloem. Zonnebloem, gives you additional sun, geeft je extra zonnetjes. Oh yes. Motherfucking yes. Motherfucking yeah. Oké, oh nice, nu hebben we 3 lanes. So sweet ass. Sunflowers are extremely important. Oké, ja, logisch, want je moet natuurlijk die zon gewoon ook een beetje zelf kunnen maken. Dus goed, we gaan eerst eventjes beginnen met een lijntje. En dan bedoel ik niet een lijntje cocaïne. Jullie denken waarschijnlijk dat wel, want jullie zijn cocaïne verslaafd, want YOLO. Nee hoor, grapje. 3 lijntjes van zonnetjes gaan we maken. Oké, die zijn gemaakt. Gelijk weer een 50 zonnetjes om, hoe noem je het eigenlijk? 50 sun, dat klinkt best wel raar, lijkt zo van alsof je fucking zon in, nou goed, het zal wel. Oké, ik wil eigenlijk weten waar de eerste zombie komt, die komt nog niet. Oké, misschien dat ik dan nog meer zonnetjes moet maken. Oh, daar is de eerste zombie, oké. Dus dan komt die hier, en dan kan ik nog 2 plantjes erbij doen, dan heb ik gewoon een mooi lijntje plantjes. Ja, lijntje plantjes. Oeh, doe mij maar een lijntje cocaïne hoor. Zij, niemand. Oké. Nou, daar komt een nieuwe zombie aan. Dus dan moeten we daar bovenin ook weer eentje zetten. Nou, het gaat helemaal goed. Ik kan dit. Ik ben hier pro in, jongens. Eindelijk een spel waar ik wel iets mee kan. Nee, ik kan wel op zich wel redelijk wat spelletjes. Maar niet altijd even goed. Zoals Minecraft. Misschien de kijkers die naar mijn kanaal kijken, die weten dat ik niet zo goed ben in Minecraft. Maar dat maakt niet uit, want dat is niet het belangrijkste in de wereld. Het belangrijkste in de wereld is liefde. Of seks. Een van de 2. Jullie mag kiezen. Laat me in de reacties onder wat jullie kiezen. Dit wordt awkward. Awkward. Ongemakkelijk. Oh nee, een huge wave of zombies is approaching. Ha, hoeveel zullen het er zijn? Waarschijnlijk wel van. Oh, ik moet wel zonnetjes bijhouden. Oké, dat gaat. Doe die plant hier. Komt daar sowieso in de bovenste lane. Komen er dan 6000 mannetjes. Ja, dat zou pittig zijn. Oké, nou goed. Hier gaat wel goed. Ja, er zijn er 2 per lane. En ik heb genoeg zonnetjes en genoeg spugers. Spitters noem ik zo eventjes voor het gemak. Ik zet hier nog eentje neer, want deze man heeft een vlag. En met vlag ben je sowieso sterker. En ja,
We hebben deze al even neerzetten. En dat was het alweer. Hey, een steen! Alfred de Steen! Oh mijn god! Alfred de Steen zit in deze game! Hoe dan? Hoe dan? Oh, ik zie dat hij vastgelopen is. Wacht even hoor. Kut. Daar zijn we weer. Er ging even iets van met je recorderprogramma. Die begon opeens te laggen omdat er waarschijnlijk te veel frames waren of zo. Weet ik het. In ieder geval, we hebben Alfred de Steen. Helemaal chill. Alfred de Steen doet weer mee. Oh yeah. Raps. Een muziek uitzetten. Tenminste, niet voor jullie, maar voor mij. Wat? Wat? Dat is backwards. De achtervolgen moet je ze weghalen met de shovel. Oké, okay, dit is net Minecraft. Het gaat alweer fout. Ik weet al niet meer hoe het werkt. Moet ik het zo doen? Nee, ik wil gewoon makkelijk hebben. Gewoon bam. Oké, okay, lekker. Oké, okay, dus met een shovel kan je dingen weghalen. Oké, okay, prima. Nou, ready. Ik ben altijd ready. Ready when you are. Oké, okay, dus nu is het dag 3 in mijn huis. En we hebben zon nodig. I'm walking on sunshine. Whoa. Godver, zet hem er neer. Bam. I'm walking on sunshine. And don't feel good. Alright now. Zo zullen jullie dat liedje wel kennen en af en toe zingen. Het is een fucking vet liedje, jongens. Come on, niggas. Yeah. Geef me je zon. Oké, okay, nu moeten we even snel. Ja, lekker. Ik heb even namelijk zoontje nodig. Ja, heb ik nodig. En dan zet ik jou. Dan zet ik gewoon 2. En normaal gesproken heb je 5 van die dingen. Dus dan kan je gewoon 5 op een rij zetten. Maar goed, nu doen we gewoon even 6. We doen. YOLO! Zetten we hier nog eentje neer. En dan gaan we nu even een plant spitter bitch even verzamelen. Oké, okay, nu hebben we hem alweer. Dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Zijn jullie maar niet zo moeilijk, joh. Dan zetten we deze hier neer. En hebben we deze. Zetten we dan. Nee, laten we wachten tot we 100 hebben. Dan kunnen we weer een spitter. Een spuger kunnen we pakken. Hoppakee. Volgens mij hebben we geen spugers, maar maakt niet uit. Dan doen we gewoon hier een steen voor. En eigenlijk hadden we eentje verder misschien gekund. Hadden we nog nieuwe spitters erbij kunnen zetten. Maar goed. Hashtag YOLO. Ja, dat duurt veel te lang. Ik ga. Oh. Lol, jullie krijgen dus ook mijn Twitter. Ja, oké. Okay. Maar gesprek met Anouk Maaier kunnen jullie allemaal gezellig meeleten. Lachen. Kutzaai. Nou, gelukkig is het niet zo boeiend. Het zijn niet allemaal naaktfoto's, want die krijg ik elke dag. Meestal van Jordi, maar soms ook van Rick. Heel af en toe van Bardo. Maar ja, daar vind ik niet altijd op te rekenen hoor. Bardo is wat dat betreft is een beetje een bitch. Ja. Ja, we hebben het niet zo breed door bij Banyan Town. Nee hoor, naaktfoto's zijn niet in overvloed helaas. Oké. Okay. Waarom gaat het weer over naaktfoto's? Even kijken. Ja. Oh shit. Oh fuck. Daar eentje. En nou, ik heb niet zoveel keuze. Ik heb geen bloemen meer nodig. Fucking bloemen. Dus het gaat meer om die reload time van al die stenen spitter en shit. Niggas. Al die niggas in Paris. Nou, best wel easy dit nog, eigenlijk. Bam. 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 Ik denk dat ik eigenlijk niet meer dan een tutorial deze keer ga spelen. Want ik denk dat sommigen van jullie dit spel wel willen spelen of misschien gespeeld hebben. Dus ik dacht van, weet je, even de introductie van dit nieuwe item op Panotown doe ik het even gewoon zo. Wil je het spel natuurlijk downloaden, kan dat. In de App Store staat hij gewoon. Plant vs. Zombie 2 kost volgens mij iets van 3 euro, dacht ik. Dus goed, mocht je geld hebben, dan kan je dat gewoon even uitgeven. Oké, okay, dus we krijgen nu... Ja, we krijgen nu dus... Ja, nog iets. Oh, nu krijgen we 5 lanes. Nou oké, okay. Ik denk dat het laatste dan is. Dus dan is dit de grote test. En dan goed, als je het spel gaat spelen krijg je natuurlijk veel meer planks uiteindelijk. Maar goed, ja, weet je. Hey. Ik kan wel 3 uur gaan spelen met het spel. Maar dat is ook niet echt alles, weet je. Ja toch, niet dan. Jawel hoor. Oké, okay, dag 4. Badum. Die bommetjes vind ik soms wel chill, als je die gewoon eventjes plaatst en dan denkt van oké, dan heb je gewoon altijd, dan kun je één zombie gewoon uitschakelen. En dan hoef je niet zo moeilijk te gaan doen over het feit dat die al dichtbij is en shit, zoals nu eigenlijk. Eigenlijk moet ik nu al lang, nou oké, ik heb nu een spitter hier zo, dus ik daar neer. En spugen, krenk, spugen, spuug het uit. Eeuw, als je daar spuugt.
Okay, het klinkt zo fout. Dat klinkt zo fucking fout. Is zo fucking bad. Ga jij dood? Goed zo. Moet natuurlijk wel doodgaan, die mensen. Anders heb ik een probleem zo meteen. Hier moet er eentje. En ik kan er wel een steentje kunnen we dan even neerzetten hier zo. Ik ga geen twee planten meer doen hoor. Ik denk nu gewoon dat ik heel simpel. Begin hier alvast met bommetjes zetten. Die hebben dan ook cooldown. Kan ik alvast die cooldown een beetje managen. Het is een kwestie van cooldown management, je weet. What the fuck? Zo, dan ben ik weer. De camera fluffen uit. Oké, ik had het over Alfred Steen. Die moet natuurlijk wel erbij. Want Alfred die heeft ook rechten. Godverdering. Die moet weg daar zo. Oh, nee, krijg ik geen zonde voor? Nee, ik wou dat de zonde in de zee zien zakken, maar dat mocht dus niet, hè? Godverdom. Godverdom. Oh, mijn god. Holy shit. Oké, okay, steentje hier. Push daar. Hehehe. Zo niet grappig. Ik weet het, sorry. Sorry, het spijt me. Ho, oh, niet gelijk in de comments zetten dat ik gay ben. Want ik heb een vriendin, denk ik. Nee, grapje. Ik heb een vriendin. Soort van. Nee. Geintje, jongens. Kan toch gewoon. Ik bedoel, jullie kunnen toch wel tegen een grapje. Ik probeer echt nog steeds op mijn spel te concentreren, maar... Ja, eigenlijk is het helemaal niet zo boeiend. Ik moet gewoon steeds wachten op die kut cooldowns. Kut cooldowns. Fucking shit cooldowns. En ik denk dat ik hier eentje ga zetten. Daar zo. Hier komt een emmer. Oh mijn god, het is Jordi met een emmer op zijn hoofd. Oh mijn god. Oh nee, Jordi. Wat doe je nou allemaal, jongen? Dat is niet acceptabel. Hey, even tussendoor, jongens. Trouwens, excuus voor de mensen die graag Townies kijken. Dat er geen Townies was laatst. Dat komt omdat ik het een beetje druk had de laatste tijd. Dus het is een beetje mee ingeschoten. En Bardo had ook natuurlijk de aankondiging van het nieuwe schema. Dus daarom is het er niet gekomen. Ik had eigenlijk ook een power-up moeten doen. Is het ook niet gelukt. Dit is eigenlijk de eerste video die mij deze week gelukt is. Ik heb helemaal niks kunnen opnemen. Het is een beetje jammer. Maar goed, weet je. Ik ben er weer. Dus dat is wat chill. Ik hoop dat jullie het item een beetje vet vinden. Een beetje gewoon apps spelen. Weet je. Laat vooral even weten wat jij wil zien. Doen we gewoon de volgende keer doen we gewoon 3 apps of zo, weet je. Ik ben nu gewoon lekker Plants vs Zombie aan het spelen. De volgende keer kunnen we gewoon ook andere dingen doen, weet je. Hoeft niet altijd een spel te zijn, want zoals dit best wel redelijk lang duurt en zo. En wat best wel eentonig is op een gegeven moment. Dus laat het lekker onderin in de reacties. Mag betaald zijn, hoeft niet. Want dat kost mij weer minder geld. Maar ja, zeg het gewoon eventjes en dan gaan we dat volgende keer spelen. Ik hoop ook dat jullie een leuk item vinden. Laat het ook even weten in de comments. Zo niet, dan dan stoppen we ermee, hè. Nee, ja goed, dan ga ik proberen om het leuk te maken. En volgens mij heb ik zojuist de laatste... Holy shit! Ik dacht even dat het rum was. Maar het is gewoon peper. Peper in je aars. Wie... Oh nee, hij. Oh. Godsamme, wie is hij? Hallo buurman. Kan ik die saus van je lenen? Oh, hij heeft een taco. Yep, hij heeft een taco. This man has a taco. Hap, hap, hap. Oh, dat was geweldig. Ik wil die taco nog een keer eten. Ik heb mijn tijdmachine nodig. Ik ben gekke Dave en dit is Penny, mijn wagen. Wat? Mijn wagen, oké. Okay. Iemand die wel kan aan kan denken, denk ik. Oké, okay, ze is zo slim. Die auto is slimmer dan hem. Nah, seems legit. Dude, what the fuck? Oké. Okay. Ik denk dat wij de tutorial voldaan hebben. We hebben hem afgemaakt. Zijn we zojuist getijdreisd? Alleen voor zijn taco. Fuck. Oké, voor mij begint vanaf nu begint het echte spel. Dus jongens, ik sluit bij deze de eerste iPlay, denk ik. Vind ik wel een vette naam. Af. Vind je het nou een leuke aflevering? Laat even weten in de comments of door een like dat je het leuk vond. Abonneer op Panjataan, abonneer op mijn kanaal. Game is mooi, dat is mooi, man. Volg me op Twitter, doe allemaal gek shit, weet je. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuke video vonden, want daar gaat het uiteindelijk om. Laat onderin de reacties weten of jij volgende keer welke app je wil zien. Mag van alles zijn, mag Kama Sutra app zijn, mag alles zijn. Laat het lekker weten en laat weten wat jij van het item vindt natuurlijk. Jongens, bedankt voor het kijken en tot volgende week zondag met een nieuwe iPlay.